Welkom bij een nieuwe video. Vandaag sta ik voor de Hogeschool van Arnhem. En vandaag ga ik een groepje helpen met een project. Kom je mee? Ik ben benieuwd naar later, wanneer ik groot ben. Hoe zal de wereld er dan uitzien? Word later verliefd en ga trouwen. Hopelijk ben ik dan net zo gelukkig als mijn ouders. Ja, dat geeft niks. Zit ging goed door. Ik dacht dat die precies duidelijk binnen zou gaan. Het allerlaatste en dan de kruis en ik naar de kamer toe. Lief dagboek, wat is mijn toekomst? Ja, zoiets. Dat ze hem sluit. Nee, lief dagboek, wat is mijn toekomst? Sluit ze het boek en dan kijk ze de kamer in. Ja, zoiets, ja. Okay. Ja. Thanks voor de feedback. Hey, fijn. Kun je ons niet zien? Nee, dat kun je fijn. Je moet eerst gewoon schrijven. Schrijven, boekje dicht en mij aankijken. En je kijkt gewoon omhoog. Naar de camera. Ja. Lief dagboek. Ik ben benieuwd naar later. Wanneer ik groot ben, hoe zal de wereld er dan uitzien? Ik word later verliefd en ga trouwen. Hopelijk ben ik dan net zo gelukkig als mijn ouders. Ik ga een hond rijden uit het asiel, want die verdienen ook een thuis. Ik ga laten doen wat ik wil, met gelijke rechten. Want wat een man kan, kan ik ook. Of word ik later ongeneeslijk ziek? Is er geen veiligheid voor mijn gezin, de oorlog en terrorisme? Is de aarde nog steeds groen? Of zal ik door de opwarming van de aarde leven in een wereld waarin je bossen en watervallen alleen nog kent van de geschiedenisboeken? Kan ik mijn kinderen later nog onderwijs bieden? Of kan ik dit alleen betalen als ik later rijk word? Hoe privé is mijn leven later nog? Kijkt de overheid ten alle tijde mee over mijn schouders? Lief dagboek, wat is mijn toekomst? Ook jonge mensen moeten denken aan de toekomst. Met Fundament geven wij jou een stem. Check prodemos.nl/fundament. Ik heb zo net een video gemaakt. Het was super leuk. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Bawang, Arda, Kenneth, Mike, Svana. Bedankt dat ik mocht meedoen. Ik hoop dat jullie de video leuk vinden. En dan kan ik nog maar één ding zeggen. En dat is tot de volgende keer. Doei!